Dag lieve kleine plantjes, hier ben ik dan met mijn januari favorieten. Het is even geleden dat ik een favoriete video heb gemaakt, dus we zullen er meteen aan beginnen. Vorige maand heb ik veel films gezien, maar er zaten toch wel twee pareltjes tussen. Eerst is Beautiful Boy. Volgende week komt mijn review over Beautiful Boy online. Dus mocht je willen weten wat ik echt van deze film vond, kijk volgende week naar mijn video. En het tweede is Ghost Story. Ghost Story is gewoon prachtig. Ik hou van die film. Echt waar, zo mooi en zo aesthetically pleasing. Het is voor mensen die van trage films houden, want het is een zeer trage film, maar heel mooi geschoten. Ik heb eindelijk La Casa de Papel gekeken en deze serie is zo goed. Het heeft heel lang geduurd voordat ik deze serie begon, omdat die in Spaans is en mijn Spaans is echt super slecht. Maar er bestaat zoiets als ondertitels. En ik heb eindelijk de serie gekeken en die is echt prachtig. Oh, die is... en dat einde, oh. Supergoeie serie. Natuurlijk heb ik ook boeken gelezen deze maand. En het boek wat me meest is bijgebleven is het boek Asking for It. Dit boek is zo triest. Het gaat over een meisje dat verkracht wordt in een groepsverkrachting, maar ze herinnert zich de verkrachting niet meer. Heel januari heb ik naar de EP van Dodie geluisterd. En mocht je van kalmerende geluiden houden, raad ik het echt aan. Want Dodie, haar stem is zo kalmerend en zo rustig. Mijn eerste No Spend maand is gedaan. En dat was deze maand, januari. En in totaal heb ik €17 uitgegeven. Deze maand heeft me echt doen laten nadenken over mijn gebruik van geld. Ik ben op tv geweest. TV Limburg. Ik weet dat dat niet zo bekend is, maar ik ben van Limburg en ik ben op TV Limburg geweest. 27 januari ben ik naar de Klimaatmars geweest en TV Limburg heeft mij daar geïnterviewd. Mocht je dit nieuwsitem willen zien, in de beschrijving staat een link naar het nieuwsitem en dan kan je mijn mening over de Klimaatmars horen. Nu zijn we op het einde van mijn januari favorieten gekomen. Wat waren jouw favorieten van januari? Laat dat weten in de commentaar. Want ik wil weten hoe het met jullie is. In 2019 wil ik eigenlijk meer contact met jullie. Mocht je meer contact met mij willen, kan je me altijd volgen op Facebook. Want ik post daar dagelijks dingen op. Plus ik post ook previews voor mijn video's. Of laat mijn planning zien van welke video's er in de toekomst komen. Dus wil je up-to-date blijven met mijn crazy shit? In de beschrijving staat mijn Facebook. Zeker liken, want ik doe daar ook winacties op. Hopelijk vond je het een leuke video. Als je het leuk vond, geef het een duimpje. Vergeet zeker niet te abonneren, want ik post elke zondag. Volg me ook op al mijn sociale media. Links staan in de beschrijving. En dan zie ik jullie volgende week terug. Bye bye! Volgende week komt een Beautiful Boy review online. Hopelijk hebben jullie tegen dan die film gezien, want die is echt supergoed. Mocht je mij willen helpen, druk op abonneren of op een van deze twee video's. En dan zie ik jullie volgende week terug. Bye bye!